Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij To The Point. 40 jaar in de politiek en al die jaren steeds als volksvertegenwoordiger gekozen bij algemene, vrije en geheime verkiezingen voor het parlement. Hij trad op 9 juli 1964 toe tot het parlement van Suriname, dat nog de Staten van Suriname heette. Vanaf 1962 is betrokkenen onafgebroken lid van de Verenigde Vooruitstrevende Hervormingspartij, toen Verenigd Hindoestaanse Partij. Als hoogtepunt in zijn politieke loopbaan mag genoemd worden 26 februari 1981. De dag waarop politieke partners van de NPS en de VAP na een verwijdering door politieke opvattingen van 14 jaren wederom bij elkaar kwamen en een samenwerking aangingen. Een samenwerking die volgens critici als zeer essentieel voor de rust, vrede en vooruitgang in het land werd ervaren. In juni 1986 mocht dezelfde politicus als vertegenwoordiger van de partijen VAP, NPS en KTPI een regeerprogramma samenstellen met leiders van het militair gezag, het bedrijfsleven en de vakbeweging, als resultaat waarvan de algemene verkiezingen van 25 november 1987 plaatsvonden, waarbij democratie en de rust of en de rechtsstaat wederom ingeluid werden in ons land. Wij hebben het over de heer Ramdin Sarjoe, parlementsvoorzitter en voorzitter van de Verenigde Hervormings, Vooruitstrevende Hervormingspartij, de VAP, met wie en de heer Sarjoe is thans ook co-voorzitter van de ACP-EU Verenigd Parlement. Wij openen dit vraaggesprek, wij hopen een vraaggesprek te hebben ter gelegenheid van zijn 40-jarig parlementair jubileum. De heer Sarjoe heten wij bijzonder welkom in ons vraaggesprek vanavond. Voor mij een heel groot genoegen, meneer Van Eyck. Ja. Meneer Sarjoe, u heeft vorige week, we hebben het net hier aangehaald, en wel op 9 juli, uw 40-jarig parlementair jubileum herdacht. Ongetwijfeld een bijzondere mijlpaal in uw politieke loopbaan. U werd in 1962 lid van de VAP, toen de Hindoestaanse Partij, de Verenigde Hindoestaanse Partij. U was toen 28 jaar jong. Wij hebben navorsingen gepleegd, u had ook een meester, meester Latschman, we zullen er straks over zullen praten, en ook andere begeleiders of personen die nogal een beetje invloed op u hadden. Hoe begon het allemaal 40 jaar geleden? Meneer Van Eyck, het is bijzonder plezierig om toch de blikken terug te werpen. Ja? 40 jaar geleden, eerlijk gezegd, het lijkt alsof het nauwelijks een paar jaar geleden geweest ja? is. Maar ik moet zeggen dat voordat ik inderdaad in het politiek gebeuren binnen de VHP betrokken raakte, had ik andere politieke activiteiten waarbij, en andere activiteiten in het verenigingsverband, waarbij met name genoemd moet worden, en het is voor mij plezier om daar terug te blikken, de marinetrap. Zo. De marinetrap heeft in mijn loopbaan een belangrijke rol gespeeld. Moet je weten dat wij jongeren des zondags bij de marinetrap bij elkaar kwamen. Ik praat over de jaren 52, 53, 54. Ja. En werden dus allerhande zaken besproken. In die dagen was de Egi-Sani van de leiding van de heer Bruma actief. En de gedachte ontstond of er dan niet een tegenhanger van Egi-Sani onder de Hindoestaanse gemeenschap gevormd zou kunnen worden om de identiteit van deze groep van de bevolking verder uit te dragen. Ja, ja.
Zo werd geboren de Hindoestaanse jongelingenvereniging, bekend als de HNS, waar ik jarenlang secretaris ben geweest. En vanaf 1960 ben ik voorzitter geweest van de HNS. En de reeks van activiteiten en situaties binnen de HNS die brachten me op het spoor van voorzitter Lachman. Oh. En zo ben ik in de VHP gerold. Vervolgens is het merk niet merkwaardig, maar voor mij een genoegen te vermelden dat in de jaren 62-63 een paar mensen de gewoonte hadden om vanaf 5 uur 's morgens tot 6 uur 's morgens bij de Madeline trap te verzamelen, te praten en daar een beetje te lopen, een ontmoetingscentrum. Ja. En een van die personen was Bos Verscheur, Wim Bos Verscheur. En het contact met Bos Verscheur ontstond omdat ik LO tekenen volgde. Oh, ja. En kennelijk had ik wat kwaliteiten in me. En ik kreeg voor bepaalde onderdelen cijfers als 10. Zo, wie staat het? En dat gebeurde niet altijd. En zo ontstond een bijzondere relatie. Ja, ja. En wij gingen lopen, de heer Bos Verscheur en ik, soms ook een paar andere mensen, daar waar het parlementsgebouw is, een half uur lang, 3 kwartier, om naar huis te gaan, ons dus klaar te maken, om naar het werk te gaan. De omgeving is u niet vreemd geweest? Dus. Een andere persoon die toch in dit verband genoemd moet worden is dat ik in 1956 oprichtte de Hindoe-vereniging en VP Nederlandse Vereniging van Verkenners. Later heette het SVP, Surinaamse Vereniging van Padvinders. En onder leiding van de heer Van der Schroef. Dus in die hoedanigheid van Hopman, als de Hindoegroep groep 9, had ik nou contact met de heer Van der Schroef toen. En een naam die ik zeker met trots noem, die op mijn vorming een indruk heeft gemaakt, is de heer Eugène Gessel. Hij heeft me tot 2 jaren toe lesgegeven voor de hoofdakte, 3 jaren voor MO Geschiedenis MO A, weer 3 jaren voor Geschiedenis MO B. We hebben het niet vermeld, maar u bent historicus. En dan begrijp je wel dat als je zo lang met de man als van de kwaliteit van de heer Gessel te maken hebt, dat er natuurlijk invloeden op je uitgaan. Zeker. Ik heb wel eens tegen de heer Gessel gezegd naar een verwijzing van Alexander de Grote die een keertje zei, als ik Alexander niet was, was ik Diogenes. Heb ik een keertje tegen meneer Gessel gezegd, voorwaar, als ik geen Lachmanist was, was ik Gesseliaan. Leuk. Maar om u aan te geven dus dat buiten de VHP en buiten voorzitter Lachman om, toch wel politici zijn geweest, mensen van betekenis in de Surinaamse samenleving, met wie ik het genoeg heb gehad om met hen samen op te trekken. Het getuigt ook van uw ervaring op dit moment, 40 jaar parlementariër. Ik voel me gecomplimenteerd. Yes, dat is zo. Meneer Sardiou, om verder te gaan, de overname van het leiderschap binnen de VHP is steeds een punt van discussie geweest, zowel binnen als buiten de partij. De heer Lachman verklaarde steeds, onder andere op 9 september 2001, dat hij nog niet in staat, nog bevoegd was, de leiding van de partij over te dragen. Men moest van hem overnemen, dat was zijn filosofie. We hebben een collage gemaakt van een kort gesprek dat we met hem hadden. We vragen de aandacht van de kijkers voor dit moment. Graag. Met de heer Lachman. Ja, goede gesprekken met u heb mogen hebben, die ik zeer waardeer. En in onze gesprekken zei u, toen ik u ook vroeg een keer, uw opvolging daar werkt u niet bewust aan. U zei ja, Gandhi Mahatma Gandhi heeft ook niet voor opvolging gezorgd. Als wij de filosofie of het levenspad van Gandhi bekijken, is hij niet aan een natuurlijke dood overleden, maar hij is vermoord geworden. Waardoor hij dus niet voor opvolging heeft kunnen zorgen. Maar
meneer Latsman, u bent er nog. We hebben het leven niet in handen. En we weten niet hoe lang en wanneer het einde is. En vandaar dat dit zo belangrijk is. Als u hieraan zou willen denken. De opvolging in uw partij. Meneer Van Dijk, het is goed dat u die vraag weer stelt. Ik heb ook eraan gedacht. En ik heb natuurlijk bepaalde mensen in mijn oog. En zijn meestal dag en nacht misschien, als we in de politiek zijn, zijn ze naast mij. En ik heb gezien hun werkwijze, waarop ze te werk gaan. Dan geloof ik wel, als zij nog na mij, het lichaam van mij verdreven is, maar mijn levenswijze zal blijven leven. Toen Mahatma Gandhi gezegd heeft, is dit waar. Wij zullen aan Engeland laten wezen, is de wijsheid het gaat dienen. En ik zeg het u nogmaals, als ik er niet ben, denk ik wel dat er iemand zal zijn die de zaak gaat voortzetten. Er zullen natuurlijk versplinteringen kunnen komen, dat ben ik met u eens. Er kan komen, maar uiteindelijk gaat die versplintering doodgaan. De kleinste gaan doodgaan, de waarachter gaat blijven leven en die gaat groter willen worden. Meneer Sergio, u heeft het gehoord, wijze woorden van de heer Latsman. Had u het vermoeden dat hij de opvolger van de heer Latsman ooit zou zijn? Eerlijk gezegd, meneer Van Eyck, ik heb dat vermoeden nooit gehad. Ik heb ook nooit de verwachting gekoesterd ooit leider te worden van de VHP. Ik heb me in mijn levensloop, in mijn loopbaan, of het nou op kantoor was, in het onderwijs, veld, dan werd in de politiek, als anderszins, laten leiden door een beginsel. Misschien dat ze een keertje gehoord zult hebben, het lied des Heren. Oh. De Bhagavad Gita, ja. Waarin Lord Krishna de mens aangeeft. Karmane vadika raste ma phaleshu kadachan hetgeen betekent, doe je plicht en laat je niet leiden door de vruchten van je karma. Doe je karma, doe je plicht. Ik heb steeds mij begeven op dit pad van het doen van de plicht. Maar u had, en ik moet zeggen dat ik daar geen spijt van heb gehad. Maar u had het voorrecht dat u steeds in de omgeving van de heer Latsman was. Ik had het voorrecht om steeds in de omgeving van de heer Latsman te zijn. Ik geloof dat de heer Latsman op een bepaald moment ook ontdekt heeft dat ik zijn visie begreep. En dat zelfs wanneer bepaalde stukken reeds bepaalde instanties gepasseerd waren, zei hij, Ram, wil je dat nog eens een keertje doornemen? En daar voelde ik een vertrouwensrelatie. Vervolgens is het misschien van belang aan te geven dat toen voorzitter Latsman tijdens de militaire dictatuur lid van het topberaad was voor wat betreft de politiek-bestuurlijke orde. Het zal u bekend zijn dus dat de gevestigde politieke organisaties lid zijn geweest, althans geparticipeerd hebben in het topberaad tijdens de militaire dictatuur. Ja. Moest voorzitter Latsman een keertje naar het buitenland. Toen heeft hij een brief geschreven naar de heer Boutersche, toen bevelhebber, ja. Waarbij hij aangaf dat zijn vertegenwoordiger in het topberaad de heer Sarjou zal zijn. Zo, ja. Dat is in de archieven van de VHP. En ik dacht nog altijd dat dat het moment was. Het was een eerbetoon, hè? Het was een eer. En misschien past het om dit verband nog even aan te geven. Ja. Daar waar u melding van maakte dat ik als een van de hoogtepunten vond de ontmoeting 26 februari 1981, toen de leiders van de VHP en de NPS weer na een verscheiden van 14 jaar, dat is niet weinig, de politiek bij elkaar kwamen, was dat thuis bij mij. Je moet weten, het was 1981, het was de periode van de avondklok, het was de periode van het samenscholingsverbod, het was de periode van het verbod van politieke activiteiten. En onder die omstandigheden had ik mijn huis beschikbaar gesteld om de vergadering te houden. En waarom ik deze datum ook niet vergeet is dat op die dag mijn dochter haar 15e verjaardag zou vieren en tegen haar zei ik, lief meisje, een verjaardag kunnen we altijd vieren. Maar een zodanige gebeurtenis, dat is historisch van belang. De plicht roept ons tot andere daden. En we hebben besloten om de verjaardag te laten schieten. En die ontmoeting van de leiders na 14 jaar heeft thuis bij mij plaatsgevonden. Dus er zijn twee feiten. Eén, het feit op zich
de leiders, die toch genoemd kunnen worden als meest verantwoordelijke voor het wel en wee, en zeker voor rust en vrede en de orde voor deze samenleving, dat die bij elkaar kwamen, dat was op zichzelf een bijzondere gebeurtenis. En dat het thuis bij mij mocht plaatsvinden onder deze omstandigheden, nee, maakte natuurlijk dat ik de datum van 26 februari niet vergeten. Belangrijk moment ook, meneer Latschman, in die periode, of tenminste jaren geleden, was de oprichting van de VAP op 16 januari 1949 in Theater Luxor. Volgens historici een belangrijk moment in de Surinaamse politiek. Wat is hieraan vooraf gegaan? Deze datum, historische datum, meneer Latschman. Inderdaad, meneer Van Eyck, de oprichting van de VHP op 16 februari 1949 was in principe een fusie, een samengaan, een samensmelting van drie politieke partijen. Oh. Namelijk de Hindoestaans-Javaanse politieke partij, de Surinaamse moslimpartij en de Surinaamse hindoepartij. Die smolten samen tot de VHP, Verenigde Hindoestaanse Politieke Partij. Daar is dan vooraf gegaan de oprichting van de HJPP. Dat is de Hindoestaanse Javaanse Politieke Partij op 25 februari 1947. Maar daarvoor was nog vooraf gegaan de oprichting van een Hindoestaanse Javaanse Centrale Raad. U ziet dus dat er een heel proces op gang is gekomen. Integratiegedachte na 1946. Toen werd als een van de eerste politieke partijen de PSV opgericht, de NPS werd opgericht, de Moslimpartij werd opgericht, de Javaans-Hindoestaanse Centrale Raad werd opgericht, die later dan overging tot HJPP en in 1949 samensmolt tot de VHP. Overigens heeft de VHP, laat mij in één adem ook zeggen, dat de Verenigde Hindoestaanse Partij, dat die naam vanwege de sterke etniciteit werd veranderd in Hindustan, in Wit en Hitkari Partij, dat was 1966. En in 19, men had ook nog toen wat bedenkingen, omdat de naam Wit en Hitkari Partij niet sprak tot de verbeelding van de gemiddelde Surinamer, omdat ze niet wisten wat het betekende. Ja. En zo werd in november 1973 de naam verandert in vooruitstrevende hervormingspartij. Opmerkelijk is dat steeds de initialen VHP zijn blijven bestaan. En dat is van belang natuurlijk, omdat de identiteit van de partij meestal wordt aangeduid met de initialen. Ja, ja. De wijziging van de initialen zou kunnen betekenen dus dat je dan helemaal van het begin af zou moeten beginnen. Het zou niet verstandig zijn. Niet zin. We gaan nu vanaf dit moment, 1949, een sprong maken. De tijd is belangrijk voor ons. Op 6 november 2001, meneer Sarjou, werd u bij acclamatie gekozen tot voorzitter van de DNA, het Hoogste College van Staat. Hetzelfde jaar, op 23 december 2001, werd u ook bij acclamatie enkele kandidaat stelde gekozen tot voorzitter van de Verenigde Vooruitstrevende Hervormingspartij. Hoe heeft u deze momenten, twee belangrijke momenten in uw loopbaan, politieke loopbaan, ervaren, meneer Sarjou? Het is moeilijk om daar een antwoord op te geven. Omdat, voor uw informatie mogen dienen, ik heb het al eerder gezegd, ik heb nooit met ambities geleefd voor deze functies. Ik heb nooit verwachtingen gekoesterd voor deze functies. Ik deed mijn plicht. Zou en niet ik heb het ook niet echt. Ik bedoel, wie had gedacht dat je steeds in de buurt van de voorzitter bent, vertrouwelijke zaken mocht bespreken en afhandelen? Er waren andere grotere goden binnen de VHP. U denkt aan zeker denk aan meneer Adin, okay. Jan Adin. Ja. Denk aan de heer Dokter Naan Pandey toen, ja. Er waren andere prominenten binnen de partij ook, dus eerder had je mannen als dokter Rambaran Misra, ja, de heer Srimisir, de heer Hari Radhakishun. Zeg maar, er zijn namen in de klinkende namen binnen de VHP die je ruimte niet gaven om te piekeren, tenminste als je realistisch wilde zijn.
Maar voor mij was dat niet het punt. Ik was al blij als ik mijn plicht kon doen binnen het kader van de partij. En zoals eerder gezegd, dat ik het vertrouwen kon genieten van voorzitter Lashman. Dat was voor mij genoeg. Ik ben gewoon in de functies gerold. Oké. Voor we naar de algemene politieke zaken overgaan, meneer Lashman, twee vragen nog in dit kader. Wat beschouwt u als het grootste succes in uw politieke loopbaan? En daarnaast gelijk kunt u zeggen, zijn er ook dieptepunten geweest? Graag welke, of zelfs een midden zijn, momenten zijn de dieptepunten ook in uw politieke loopbaan geweest? Twee vragen. Inderdaad, ik heb er niet echt bij stilgestaan, maar er zijn perioden geweest. Zeg, de periode 63-67, toen wij gezamenlijk met de NPS de coalitie vormden. Ik zie gebeuren dat de heer Pengel mij aanprees tegenover Chandy Shaw die in het parlement was. Maar het was natuurlijk het politiek gebeuren. Ik zie mij mijn plicht doen in de oppositieperiode 67-69. Ik zie 69-73 waar er dus toch ook wel een aantal zaken zijn gebeurd. Na 73 weer in de oppositie. De strijd met betrekking tot de voorwaarden en het tijdstip van de staatkundige onafhankelijkheid is er één geweest waar wij toch een bijzondere bijdrage hebben geleverd. Maar in termen van hoogtepunten moet ik zeggen dat mijn bijdrage tijdens de militaire dictatuur, die hebben de meeste indruk op mij gemaakt. Het feit alleen dat ik van december 80, januari 81, in die periode begonnen de informele gesprekken met de leiders van het militair gezag voor herstel van de democratie en de rechtsstaat. En die datum 26 februari 1981, dat was een heel markant punt. Andere momenten waren 23 november 1985, toen het politiek akkoord werd getekend. Het politiek akkoord dat op 25 november 1985 op het onafhankelijkheidsplein werd voorgelezen door de heer Riek Aron, nu voorzitter van de Rekenkamer van Suriname. Dat was een belangrijk moment. Daarna de bijdrage tot het akkoord van Kourou. Ik zie nog dat de heer Rogers en ik de hele nacht hadden gewerkt aan de tekst. Het was een delegatie onder leiding van de heer Venetiaan. De heer Lashman was erbij. Ja. Die de gesprekken voerde met de heer Brunswijk om een einde te brengen aan de binnenlandse oorlog die inmiddels het land teisterde. Belangrijk moment was 2 augustus 1987, toen ik op een massameting gehouden door het front, dus de achterban van de NPS, de VHP, de KTPI, de proclamatie, ja, mocht voorlezen, het manifest. Dat is een hoogtepunt. Ja, ja. 2 augustus 1987. Ik denk, heer Van Eyck, dat er momenten zijn. En een van de belangrijke momenten, laat mij heel eerlijk zeggen, is dat toen ik gekozen werd tot voorzitter van de Nationale Assemblee. Het is niet aan ieder gegeven. En dat het bij acclamatie kon gebeuren en ik het vertrouwen had van de hele oppositie, daar had ik niet op gerekend. Ook de verkiezing tot voorzitter van de VHP bij enkele kandidaatstelling, daar had ik niet op gerekend. Ik had gedacht dus dat er toch wat problemen zouden voordoen. Ja, de heer Lashman had het ook toen. Het was de grote Lashman die de partij leidde. En dat ik bij enkele kandidaatstelling en bij acclamatie, dat is een moment. En dat ik gekozen, aangewezen ben als co-president van de ACP-EU, dat betekent een assemblee. Kroning op uw werk, hè? Een assemblee van toen 77 landen
48 van Afrika, 15 van de Caribische regio, 14 van de Pacific, plus nog 15 landen van de Europese Unie. En dat gezelschap wordt aangewezen als co-president, dat is niet niks. Dat je nou neemt, zeker. En mijn hoogste begroting in deze serie acht ik 24 juni, laatstleden. Ja. Toen ik als co-president de vergadering van presidenten en regeringsleiders in Mozambique mocht toespreken. Oh, ja, ja. Terwijl ik geen staatshoofd ben, geen regeringsleider ben. Een gezelschap van presidenten en regeringsleiders, waar ik ze adviezen heb gegeven en een aantal zaken heb uitgestippeld, vooral voor de ACP-landen. En nee, dat is voor mij een bekroning geweest. En één dieptepunt misschien in de loopbaan, misschien niet zo fraai. Ja. Dat is 1996, dat verraad. Oh. Dat is iets dat mij het meest heeft gekwetst en heeft getroffen. Waar we liever niet meer over praten. Dat praat ik liever niet over. Dank, begrijpelijk. Meneer Sadio, u heeft 47 maanden, ongeveer 4 jaar, het parlement geleid. Tot op dit moment, vanaf augustus 2000. Hoe was het voor u als voorzitter van het parlement om zowel de belangen van uw nieuw frontcombinatie, van uw partij, als ook van de overige partijen te behartigen in de assemblee? Het lijkt ons een heel moeilijke zaak. Toch objectief te moeten blijven. Het is inderdaad niet eenvoudig geweest en het is inderdaad een moeilijke taak, heer Van Eyck. Ik denk dat het gevoel van verantwoordelijkheid welke op mij rust, mij daartoe de sterkte heeft gegeven. Het zal u opgevallen zijn dat gedurende de periode dat ik leiding mag geven, mocht hebben gegeven aan de Nationale Assemblee, geen één lid buiten de zaal is gezet. Nee. Dat in deze periode van 2,5 jaar zelfs niemand het woord is ontnomen. Ik heb gemeend om een zodanig beleid te voeren waardoor de gevoelens en de waarden, de beginselen van de democratie tot uitdrukking worden gebracht. Ja. Het recht van spreken is het recht van elke parlementariër. Er hebben zich situaties voorgedaan waarbij ik inderdaad bepalingen van het reglement van orde kon toepassen en persoon het woord kon ontnemen. En zo nodig de zaal kon uitzetten. Ik heb gekozen voor een ander model. De vergadering geschorst, betrokkenen gevraagd bij mij op de kamer te komen, een gesprek met ze heb gehad, geprobeerd om een consensus te bereiken. En godzijdank, met mijn shanti-gedachten en de gevoelens en de strevingen oprecht om een parlement te hebben. Waarbij we met elkaar kunnen delibereren, communiceren, van mening kunnen verschillen, onze opvattingen kunnen presenteren, maar dan toch op een zodanige wijze welke als waarachtig en waardevol en verheven kunnen worden gekwalificeerd. Dat is mijn doel geweest en het is mij een genoegen mij te verheugen dat het mij tot nu toe gelukt is. Complimenten, meneer Sadio. Volgend jaar, 25 november 2005... we zitten nu in het 29ste jaar van onze staatkundige onafhankelijkheid. En hopen wij 30 jaar staatkundige onafhankelijkheid te herdenken. Wat zijn uw ervaringen omtrent de financieel-economische ontwikkelingen in ons land gedurende de afgelopen 29 jaar die u als politicus in de Nationale Assemblee... Dit is wel een moeilijke vraag. U kunt hem heel kort proberen te beantwoorden. Onze financieel-economische situatie is afhankelijk geweest zowel van interne factoren als van externe factoren. De interne factoren zijn natuurlijk de omstandigheden waaronder de eigen financiële middelen moesten worden vergaard voor de dekking van de uitgaven van de staat.